Is ook wel een leuke. Ook de app is actief. Groen rondje met vinkje dat aangeeft dat de app goed staat ingesteld. Afbeelding. Nou ja, je hoort dus dat we daar hele beschrijving op hebben gezet, hè, wat het is en hoe het eruit ziet. Als je niets ziet, dan vallen de kleurtjes vallen je ook niet op. Dus dan kijk je er heel snel overheen. Dus toen hebben we er toch voor gekozen om dat icoontje wat ervoor staat ook een hele uitgebreide tekst te geven. Dat je ziet, oh ja, alles is oké. Ik ben Bram Duvigneau. Ik hou me binnen de coronamelder bezig met digitale toegankelijkheid. Dus eigenlijk zorg ik ervoor dat de app voor iedereen bruikbaar is en voor iedereen prettig werkt. Ook als je bijvoorbeeld blind bent of als je bijvoorbeeld slecht hoort of een andere functiebeperking hebt. Ik ben zelf volledig blind. Dat helpt mij natuurlijk wel om in te leven in bepaalde gebruikersgroepen. Maar los daarvan heb ik van die digitale toegankelijkheid ook echt mijn vak gemaakt. Dus dat gaat natuurlijk veel breder dan blinden en slechtzienden. Wat is nou een toegankelijke app? Ik denk dat is dat je natuurlijk aan alle richtlijntjes voldoet en alles keurig technisch op orde hebt. Dus alle teksten worden voorgelezen, alle knopjes die zijn duidelijk. Maar ook dat je dus nadenkt van hoe gebruiken mensen deze app en wat maak ik visueel heel duidelijk met kleurtjes. En hoe ga ik dat dan ook aan mensen die dat bijvoorbeeld niet zien overbrengen. Nou ja, als je daar echt op let, dan maak je dus een app die denk ik voor iedereen even goed werkt. Nou, bijvoorbeeld de GGD-code met een streepje erin. Die werd dan niet goed uitgesproken als bijvoorbeeld staat 2-3 en een S. Nou, dat wordt tenminste 2 tot 3 seconden. 2-3S. Dat hebben we op het scherm wel hetzelfde gelaten, maar dat hebben we dus zo aangepast dat dat anders uitgesproken gaat worden. Zodat mensen echt dat die code teken voor teken horen. Wat staat er in een melding? De knop wat staat er in een melding, die heet nu dus wat staat er in een melding. Die heette daarvoor ik heb een melding ontvangen. Nou, dat, als je de context niet ziet, dus als je niet ziet dat dit gewoon een lijstje is met informatiepuntjes, met informatieknoppen. Als je dat dus uit context haalt, dan denken mensen, ik heb helemaal geen melding ontvangen. Dus een aantal van onze blinde testers die schokken daarvan. Dus op basis daarvan mede hebben we die tekst gewoon aangepast naar iets dat veel neutraler is. Dat gewoon zegt van ja, wat moet je doen als je een melding krijgt? Dus ik ben eigenlijk wel trots op wat we nu hebben neergezet. Wat dat betreft in een hele korte tijd met een heel mooi team toch echt wel iets moois gemaakt hebben. En ik ben ook heel blij met het hele stuk transparantie wat er altijd ingezeten heeft. We zijn altijd heel erg open geweest naar iedereen die iets wilde doen, die zich met de ontwikkeling wilde bemoeien, met goede vragen kwamen, met goede problemen en oplossingen kwamen waar we dan weer verder mee konden. Ook op het gebied van toegankelijkheid trouwens. Dat is wel heel leuk om ook te zien, dus ook dat leefde wel. Dus ik ben wat dat betreft heel blij met het resultaat dat we hebben.